Alright, toppers. In deze video wil ik even meenemen in uh, twee verschillende trades. Een verliezende trade, die eigenlijk overnight, dus vannacht uh, verliezend is gesloten. Ga ik even met je bespreken. En daarnaast dus die kant van het traden, wat je niet ook vaak ziet. En uh, een trade die ik direct daarna heb gepakt. Beide op bitcoin. Dat en meer laat ik je dus zien in deze video. Hey toppers, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Het kanaal waar ik alles deel over mijn reis in de cryptocurrencies: crypto traden, beleggen, tutorials, reviews, unieke kansen om te gaan pakken in de cryptomarkten en om er gewoon voor te zorgen dat ik jou klaarstoom voor de komende jaren die komen gaan. Om ervoor te zorgen dat je nog mooiere trades kan maken, ga ik elke video 20 euro in crypto naar keuze weggeven aan personen die geabonneerd zijn op dit kanaal. Het enige wat je hiervoor dus moet doen is even abonneren op dit kanaal via de knop hieronder en daarnaast even een reactie plaatsen dat je geabonneerd bent en elke video. Maak ik een nieuwe winnaar bekend. Alright, zoals altijd beginnen we deze video natuurlijk weer met een winnaar van de 20 euro in crypto naar keuze. Bij deze Leon Lesteros. Stuur me even een mailtje op met crypto naar keuze die je zou willen hebben. En dan maak ik dat naar je over. Daarnaast, uh, er is nog één dag. Morgenavond op 24 november om 8 uur geef ik een nieuwe unieke Black Friday Special training. Ga ik je in uitleggen hoe ik duizenden procent de winst maak. Hoe ik mijn trades plaats. Ga je drie case studies laten zien. Ontzettend waardevol. Dus als je nog niet hebt aangemeld. Er zijn nog een aantal plekjes beschikbaar. De software kan maximaal duizend man aan. Dat zit bijna zo goed als vol. Dus je kan je nu nog aanmelden. Linkje staat onder de video. Doe dat. Um, kan je er eventueel niet bij zijn. Meld je even aan. Krijg je de replay van mij opgestuurd. Zodat je hem alsnog later kan terugkrijgen. Kijken, het is gewoon super waardevol. Nieuw, mijn best voor gedaan. Dus ja, als je daar de tijd voor hebt, of maak daar eventjes de tijd voor en zorg dat je aanwezig bent, want dan ga je gewoon veel leren. Um, dan het volgende: uh, twee trades: Eén trade, uh, überhaupt ook op uh, Bitcoin. De eerste trade die ik ging maken, dat was gisteren. Um, ik zal even deze tekeningen weghalen. Dat was gisteren, die heb ik ook gekalkt in de Wolfpack Groep. We kwamen hier omhoog met deze Mega Candle, vonden resistance hier. Zoals je kan zien, dus we hadden een, uh, een zwarte candle. Is bij jou rood, ligt aan hoe je je chart hebt gemaakt. Ik ging inzoomen op de 1 uur. Ik stap altijd in op de of 15 minuten of 1 uur vaak. Uh, en ik ging erin naar de close van deze candle. Dus we vonden hier uh, eerst hadden we de rejection met deze bullish candle. Vervolgens een uh, rejection wederom op hetzelfde level. Dus je kan zeggen of stellen dat dit gebied hier in ieder geval een groot resistance gebied is. Met al die wicks die erin komen. Um, en die supply dus die eruit komt. Vervolgens, nou. Die harde rejection eraf. Uh, we sloten die candle vrij uh, sterk aan de verkoperskant. Dus ik ben ingestapt hier bij de closed candle. Vervolgens ging de trade goed. Uiteindelijk wat er gebeurde, is dat, de, uh, dat hier een uh, boelvlek werd gecreëerd. Dus zoals je hier kan zien. Werd een boelvlek gecreëerd. Daar braken we op dit punt hier. Uit. En vervolgens uh, ja, hebben we een beweging omhoog gemaakt naar het volgende resistance level, die uh, hier dus inkomt. En daar zitten we momenteel. Redenen waarvoor ik dus in deze trade was gestapt, is en de horizontale uh, resistance die daar inkomt. Dus die horizontale resistance box die je daar ziet. Als je uh, Fibonacci erover ging leggen, was ook de golden pocket daar. En ik kreeg een verkoopsignaal op de uh, CPI, de uh, Cryptonite Pro Indicator. Um, normaal hele sterke signalen deze bij elkaar, maar treden is niet perfect en uh, het verliezen hoort er ook gewoon bij. Dat gebeurt. Dus um, je hebt er zo goed mogelijk plan gemaakt, daar ben je op ingestapt en uiteindelijk is het dus niet uitgespeeld en dan ga je op zoek naar de volgende kans. Um, daarnaast DXY, um, ik, zou, ik dacht of ik had verwacht dat hij een bounce zou maken hier op de support en als de DXY omhoog gaat dan zie je dus de cryptomarkt vaak dalen. Nou, ook dat is niet gebeurd. Hij brak direct door de support heen. Uh, wat betekent dat uh, de cryptomarkt gaat stijgen. Dat is bullish voor de crypto markt als de DXY daalt. Verder, Nasdaq. Uh, nou ja, Nasdaq was niet zo bijzonder. Ik kon niet echt zeggen waar de Nasdaq hierheen ging. US30 daarentegen zit tegen een behoorlijke resistance aan al een langere tijd. Um, hier verwacht ik eigenlijk nog steeds dat we dus die rejection naar beneden gaan krijgen. Dus dat het een grote uh, bull trap is hier. Maar ook gisteren was hier dus een vrij bullish candle waardoor de crypto markt steeg. Um, allemaal tegen de trade in dus jammer genoeg. En dan kan je het enige wat je kan doen is kijken naar de volgende trade. Nou, De volgende trade die hierin kwam is eigenlijk hetzelfde principe als we hiervoor hebben gehad. En dat is altijd fijn als je dat ziet. Dus je hebt hier uh, die beweging omhoog gehad. Oh, dat is, niet, dat is de verkeerde. We hebben hier de beweging omhoog gehad. Vervolgens hebben we een boelvlek gemaakt, uitgebroken. En wat je hier ziet is beweging omhoog gemaakt. En we maken een boelvlek en we breken uit. Dus op dat heb ik geanticipeerd. Hier en ik ben ingestapt op de 15 minuten was een hele snelle beslissing. Uh, de candle begon uit te breken, ben ik gewoon op ingestapt. Zoals je hier kan zien, realized PNL is 164. De uh, unrealized PNL, dus wat er nog in zit, is 138. Dat stond net op 600 in de plus toen we hier bovenaan kwamen. Net niet met tweede TP gehit. Als deze volledige trade uitspeelt, is dat 2500. Uh, in de profit. En dat is ook wat ik met je wil bespreken. Verliezen hoort bij het traden. Als je je verliezen minimaliseert met de juiste risk management en je ervoor zorgt dat dus je winsten uh, twee, minimaal twee keer zoveel zijn als je verliezen in de trades, dan, als je consistent trade met de juiste technieken, maak je gewoon goede uh, winstgevende trade dagen. Dat is dus ontzettend belangrijk. Dus een goed plan hebben uh, en met vertrouwen kunnen traden. En dan vervolgens gaan uitvoeren en zien dat het werkt en perfectioneren. Wil je daar meer over leren? Meld je even aan voor die gratis training. Want dan laat ik je gewoon zien hoe ik andere trades ook heb gemaakt. Neem ik je dus volledig in mee. Goed, dit was het voor deze trade. Hou van mijn socials in de gaten als je wil zien hoe deze is uitgespeeld. Kan prima zijn dat deze wordt uitgestopt. Dan zijn we met een kleine winst. Gaan we weer verder. Gaan we kijken naar de volgende trade mogelijkheden. Uh, en dat is ook een tip die ik je mee wil geven. Op het moment dat de trade de goede kant op gaat. Zorg dat je een TP erin zet van weet ik veel, 10, 25 procent. Dat je in ieder geval wat winst pakt. Dan zet je je stop los op je uh, entry point op break even. Dus op het moment dat de trade dan toch terugvalt naar je uh, break even punt. en waar je dus daarna in de verlies gaat staan. stap je eruit met die kleine winst die je gemaakt hebt. Ga je op zoek naar de volgende mogelijkheid. Misschien wel dezelfde trade uh, door opnieuw je setup te maken. en te kijken of er een nieuwe entry is. Maar in ieder geval op die manier zorg je ervoor dat je mooie winsten pakt. Uh, en zo weinig mogelijk verliezen. Uh, deze trade lijkt vooralsnog nu voorals nog de goede kant op te gaan. We zitten bijna op uh, een honderdje of vier winst. Um, dus dat maakt weer de los die we hadden op Bitcoin goed. Hier zie je hem los 688 vannacht. Uh, en we hebben nu deze 185 dus al gepakt. En. Als het goed is, hopelijk gaan we er veel meer uithalen uit deze trade. En zo niet, gaan we door naar de volgende. Afgelopen trades waren 2000, 2500, bijna 3000 winst. Uh, dus een verlies als deze is niet zo erg. Dat was het voor in deze video. Ik hoop dat je het wel gehad hebt. Like hem even, deel hem even met vrienden en familie. En hopelijk zie ik je terug in de volgende. Adiós.